Een 37-jarige man uit Eindhoven is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een geweldsincident. Een man van 27 en een vrouw van 32 zijn daarna aangehouden. Het incident vond plaats in een woning aan de Bergeraklaan in de Achtse Barrier. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou sprake zijn van een conflict in het huis van het slachtoffer. De man en vrouw hadden geen vaste woon- en verblijfplaats en worden momenteel verhoord. De politie roept op als mensen iets gezien of gehoord hebben zich te melden.